schiet een beetje op. Met alles weer ingeruild. De pulsvissers gaan morgen actie voeren tegen een dreigend Europees verbod, later deze week. Vandaag wordt daar overleg over gevoerd. De kans dat het verbod doorgaat is groot. Nu visserijminister Schouten het verzet tegen deze vorm van elektrisch vissen lijkt op te geven. Ze pleit wel voor een overgangsperiode.